Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In de westelijke helft van het land is het overwegend bewolkt en valt er ook een tijdje regen. In de oostelijke helft is het op de meeste plaatsen droog en schijnt ook af en toe de zon. Daar worden vandaag de hoogste temperaturen gehaald, van zo'n 13 tot plaatselijk zelfs 15 graden. Onder de wolken en met wat regen wordt het in het westen niet veel warmer dan 10 of 11 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak of matig, aan de heel kust soms vrij krachtig, windkracht 2 tot 5. In de avond valt overal enige tijd buigeregen. Er kan zelfs een klap onweer bij voorkomen. De temperatuur daalt halverwege de avond naar een graad of acht. en De wind wordt zuidwestelijk en meest matig. Morgen dan hebben we een vrij vlagerige zuidwestenwind. Aan zee waait die krachtig, misschien zelfs even hard. Windkracht 6 of 7. In de ochtend is er wat zon. In de middag raakt de bewolkt en gaat het een tijd lang regenen. Het wordt 9 of 10 graden. Na het weekende blijft het aan de zachte kant, middagtemperatuur zo rond een graad of negen. Vooral op maandag en woensdag vallen buien of enige tijd regen en is er veel bewolking. Op dinsdag zien we de zon wat vaker. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.